Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Eerst en vooral wil ik even zeggen, ja, ik heb mijn lippen laten doen. Ik heb gisteren een bijwerking gehad. Dus mijn lippen zijn vers gedaan van gisteravond. Deze kant is precies iets, ah nee, dus het licht. Ja, toch nog iets dikker. Die bovenkant, maar dat moet zich nog allemaal zetten. Dus komt goed. Jullie vragen altijd zoveel naar de lippen. Ik heb hier natuurlijk ook wel video's over dat ik één keer bij Body Parlor ben geweest, maar die zijn gestopt. En ook bij Carpe, maar daar gaan we niet meer. Dat waren ook samenwerkingen. En nu heb ik gewoon met mijn eigen centjes ervoor betaald. Al twee keer ben ik nu samen met Celine geweest bij Lisbeth Lorijns. Zij zit in Diest. En echt, ik kan niet niks anders zeggen dan alleen maar lof voor haar. Want ze doet het echt super goed. Ze is een hele lieve ten eerste ook. En ja, ze doet het echt heel natuurlijk, heel mooi, super goed. Dus ja, ben ik echt super blij mee dat ik daar ga. Zoals jullie kunnen zien, het moet zich allemaal nog wat zetten. Want het is ook nog echt hard en strak allemaal. Vooral aan deze kant. Dus dat gaat zich allemaal zetten. Ik heb 0,5 milliliter is dat denk ik. Ik hoop dat ik dat juist zeg. In mijn lippen. Zoals Celine ook. Dat is echt het meeste zo wat ze doet. 0,5. Om het natuurlijke effect te behouden. En bij mij is er gecontourd. Vooral hier het stukje. En dan wat opgevuld. Dus dat is wat er is gebeurd. Ik heb ook een hardere filler deze keer. Dat is de eerste keer. Omdat een gewone filler bij mij heel snel verdwijnt. En mijn lichaam eet dat zo'n beetje op of verwerkt dat. Dus ja, nu heb ik een hardere filler. Dus we zullen zien hoe goed dat dit gaat blijven. Dat dus over de lippen. Vandaag op de planning. Ik ga mij aankleden, want ik zit nog in mijn slaapt-shirt. En dan snel naar de winkel gaan. Want deze avond krijgen we bezoek van Amber en Nikki, onze goede vrienden. En ik ga macaroni maken. Dus ik wil dat eigenlijk al voorbereiden. En dat ik dan gewoon straks kan chillen. En de keuken terug proper is eigenlijk. En het alleen nog maar in de oven moet zetten. Dus that's the plan for now. Winkel. Check. Ik heb alles wat ik moet hebben en nog wat extra's voor het weekend. Robin's on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin, can you believe? Ik was ook nog een pakje gaan afhalen. En dit is normaal van Ben Coriander. Dat is Anastasia Chernouk. Ik hoop dat ik het juist zeg. Ik denk het wel. Haar webshop. Woehoe. En ik heb een Halloween mug besteld. Oh my god, zo tof. Halloween was the least scary part of this year. Hoe tof is dit? En ik zal de webshop hier zetten. Dat is van Ben Coriander. Of zeg je dat zo? Coriander? Coriander? Ja, ik denk het wel. Dus ik heb ook nog een hoodie vandaag besteld, maar die is nog niet aangekomen. Ik ga beginnen aan een macaroni. Macaroni voor 5 personen. Voor ja, mezelf, Niels. Amber, Nikki en Laurens kan ook naar zijn volleybal nog. Dus het is heel wat. Het is trouwens nog de buurman is trouwens naar mij aan het kijken. Het is de, hoe moet ik het zeggen, nog voordat de coronamaatregelen verstrengen dat deze vlog gefilmd is. Ik weet dat vanaf
morgen zeker of overmorgen mogen we nog maar met 3 personen per gezin, denk ik, of zoiets afspreken. Ik weet het ook allemaal niet meer juist, want het is zo ene pot nat. Maar alleszins, dus het is nog toegestaan. En ik ben de documentaire van Paris Hilton aan het kijken ondertussen. En het recept voor macaroni dat ik volg is van Jeroen Meus. Dus tik gewoon macaroni Jeroen Meus en dan vind je het. Oké, 1 uur later. Macaroni is ready. Ik ga hem voor nu in de garage zetten. Dag. We hebben vandaag gechilled, naar mijn ouders geweest, een paar dingen gedaan, zoals naar de Ava geweest, naar de krantenwinkel en zo'n dingen moesten we doen. En nu gaan we onze houten plankjes ophangen. Ik had die wel alles laten zien, denk ik, in de vlog. Denk ik, ben niet zeker. Maar deze gaan we nu aan de muur hangen. We hebben er zo 3, maar we gaan er maar 2 hangen. Ik weet alleen nog niet goed, ik wil daar nog iets bij zetten, maar ik weet het nog niet. Maar het is wel super cute. Zelfs die derde zou ook nog gaan, maar dat is misschien too much, hè? Of ja, ik weet niet. Kan nog wel daar. Ja, maar laat dat nu maar zo. Want je hebt alles al opgeruimd, hè? Dus laten het voorlopig zo. Oké, ondertussen ben ik aan het koken. Ik ben... zo gevulde courgettes aan het maken van HelloFresh. Dus ze staan nog in de oven en dan kunnen we lekker eten. Oké, dit zijn de courgettes. Ik hoop dat ze goed gaan zijn. Maar het is volgens het recept, hè. Dus, ik zal hier wel uitpakken. Ja? Ja, die is zo groot. Dus dat is een grote. Ja. Pak wel die. Ruikt wel lekker. Ja? Die zijn open. Amandelschilfers. Ik ben benieuwd. Het is zaterdag 10:30 en wij gaan slapen. Ik denk dat Niels nog wel een serie gaat kijken in bed. Maar ik ga slapen, want morgen is het de communie van mijn metekindje, van Bente. Heel raar om een communie in oktober te hebben. Maar oké, corona heeft roet in het eten gegooid in mei natuurlijk. Dus we gaan dat nu vieren. Het is ook echt in... besloten kring, want vanaf vandaag zijn de, of gisteren denk ik, zijn de maatregelen ingegaan. Dus dat wil zeggen dat alleen ik meega naar de kerk en dan een gezin van 4. Ze mogen, en nog een vriendinnetje, ze mogen met 6 in de kerk. En het feest mag ook maar alleen ik en Niels en de Peter en zijn vrouw. Dus ja, dat gaat anders worden natuurlijk, want heel de familie ging. Mijn mama, mijn papa, ja, iedereen, iemand al, mijn tantes, mijn bompa en zo. Maar dat gaat allemaal niet door. Maar ik ben wel blij dat ik er morgen bij kan zijn om met Bente te vieren. En dan gaan jullie zien in de volgende vlog. Ik denk toch dat ik dat ga filmen. Ik ga nog vragen als dat mag van mijn tante. Maar alleszins, dank jullie wel om vandaag te kijken. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Ik zie jullie snel weer.